En ja, voor de mensen die niet weten wat Violentia is een project, kort gezegd, wat gaat over zinloos geweld in de ogen van de jonge daders. Stilte. En hierbij kom ik aan Violentia door de ogen van. Applaus. Mijn naam is Matthijs Pittel en ik ben bezig met het project Violentia. We gaan vandaag een aantal jongeren interviewen. We willen hun verhaal laten zien vanuit hun perspectief. Ze hebben allemaal jouw boodschap gehoord. Kan je niet even gewoon het nummer 1? Niet denken van. Jawel, jawel. Dat is niet alles, maar ik word zonder geld gek. Toen komt de deur maar. Dat is het. Het hoeft niet. Niet iedereen maakt het met pas. Huh? Hé, vriend, maar vriend, ik wil gewoon niet. Je moet stoppen met hosselen. Alles is hosselen. Jij gaat de tattoo slaan. Mijn vrouw wil wat zeggen. Iedereen zijn ogen is het weer anders. Ja, gewoon. Ja. Precies, precies. Nee, kijk. En het nu wel een hand van je. Zwart geld is absoluut niet slecht. Dan weet je niet waar je mee bezig bent. Want je wil alleen maar geld, geld. Oké, maar volgens mij dwalen we af. Doe je ding. Ik weet alleen, ik heb Matties gehad. Niggas be lost a lot of time, but what means the crimes? Let the word of God shine. Up on my brothers and sisters that be in camp. Nog niet terugbetaald, nee. Maar ze bent het nieuwe leven komt eraan. Geen geld voor peppers, melk. Je kan het niet aan, je voelt je onvoldaan. Ga je die tory slaan? Lopend over straat, die jonge man met het lange haar staat me aan, ik kijk terug. Het liefst wil je hem slaan, maar je staat boven dan. Je frustraties afreageren zou niet mogen, man. Je weet niet wat te doen, je grijpt je hoop vast.